twee, drie weken, dus eigenlijk sinds de verkiezingen, hebben we onderhandeld. Ik heb laten weten, vlak na de verkiezingen, dat de VVD die had oriënterende gesprekken gevoerd met alle partijen. Op basis daarvan kwamen wij tot het inzicht om een coalitie te willen vormen met van VVD, CDA, gemeentebelangen en Partij van de Arbeid. We hebben nu ruim twee weken onderhandeld. We hebben op hoofdlijnen eigenlijk overeenstemming over de onderwerpen en wat we met de gemeente willen, hoe we de gemeente beter willen gaan maken. En we hopen dat eind april een coalitieakkoord te kunnen presenteren. En in mei, moeten we nog even kijken op wat voor moment we dat gaan doen, willen we de kandidaat-wethouders voordragen aan de gemeenteraad. Was een van jullie stokpaardjes, ook van andere politieke partijen, vier wethouders? Ja, stokpaardje was het niet zozeer, maar wij hebben wel gemeend dat als je vier wethouders hebt, dat heb ik in het begin ook aangegeven, daarmee kan je eigenlijk versterken dat de wethouders meer tijd kunnen besteden aan de inhoud van hun portefeuille en ook veel meer tijd kunnen investeren in het verbeteren van de samenwerking met de gemeenteraad. Want wij zijn absoluut van mening dat de gemeenteraad uiteindelijk de beslissingen moet gaan nemen en die wil meer grip krijgen op beleid. Dat heb ik de afgelopen vier jaar ook gezien. En de wethouders die moeten daar gewoon wat meer tijd in gaan investeren. En welke wethouder gaat wat doen? Dus wethouder van Financiën, ja, die doet Financiën, maar de overige drie wethouders? Die hebben een portefeuilleverdeling, net zo goed als ze dat nu ook hebben. Maar dat heeft nog niet plaatsgevonden. Dus we hebben nog geen verdeling gemaakt van die doet dit en die doet dat. Dat komt allemaal nog. En daar moeten we nog even geduld voor hebben. Nee. Luide plekken, gemeentebelangen, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het ziet er goed uit. We hebben twee weken lang goede gesprekken met elkaar gevoerd. En we hebben de intentie uitgesproken dat we door willen gaan. We zullen het nu wel moeten gaan uitschrijven in een coalitieakkoord. Maar ik heb er een zeer goede hoop op dat het inderdaad tot een goed einde gaat komen. Vandaar dat we nu ook bekend wilden maken. Ja. Ed Meester, CDA, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja. En nu? Nou, en nu? We zijn volop bezig met de coalitiebesprekingen. Met de beoogde coalitiepartijen. VVD is de grootste partij, dus die is in de lead, zoals we dat noemen. Wij zijn aangesloten samen met gemeentebelangen en PvdA. En het is de bedoeling dat we alle vier een wethouder gaan leveren. Dus we gaan van drie wethouders naar vier wethouders. We hebben een heel goed resultaat neergezet afgelopen 21 maart. En we zijn wat dat betreft blij dat we kunnen deelnemen aan een eventuele coalitie. Ja, jullie hadden het niet verwacht natuurlijk. Twee zetels. Nee, ja, je bent wat dat betreft, we zijn de kleinste van de vier, om maar zo te zeggen. Maar dat hoeft per slot van rekening niet te betekenen dat je daardoor buitenspel staat. Integendeel. Ik denk dat wij met de fractie die we hebben en een hele brede ledenpartij dat we zijn, dat we in medeblik veel kunnen toevoegen op verschillende vlakken. We hebben een uitstekende wethouderskandidaat, jonge kandidaten, waar ik ook een van ben. Maar we zijn wat dat betreft een hele mooie afspiegeling, denk ik, van de gemeente. En we hebben er zin in de komende vier jaar. Ja, dan de belangrijkste vraag. Wie worden de wethouders? We hebben, of alle partijen hebben intern gekeken naar wie hun kandidaat is, die ze gaan voordragen aan de gemeenteraad. Even in volgorde van grootte van de fracties. De VVD zal Andrea van Lange voordragen. Het CDA, de zittend wethouder Harry Nederpelt. Voor gemeentebelang is dat Jozef Fit. En de PvdA die draagt oud-wethouder en tegenwoordig ook raadslid Dirk Kuipers voor.